Het pilotproject waarbij de regering landmeters inhuurt om achterstanden in te lopen en hoge kosten voor uitmetingskaarten te drukken, vordert gestaag. Leandra Woei, directeur van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, gaat in op de vorderingen en voortgang van dit project. Ja, in november 2019 is het landmetersproject door de overheid van start gegaan. En dat houdt in dat de overheid landmeters inhuurt om de uitmetingskaarten te vervaardigen. Het is begonnen bij de uitreiking van district Koroni op 22 november en Nikeri op 23 november. De bereidverklaringen die tijdens deze uitreikingen zijn uitgegeven aan de belanghebbenden. Die belanghebbenden komen dus in aanmerking voor een gratis uitmetingskaart. Dat wil zeggen dat de overheid landmeters inhuurt om deze uitmetingskaarten te vervaardigen. Dat betekent dat als iemand een bereidverklaring heeft gehad met een perceeloppervlakte tussen de 0 en de 5000 vierkante meter, dat is een halve hectare, dat de uitmetingskaarten dus volledig worden gesubsidieerd, de kosten voor die uitmetingskaarten volledig worden gesubsidieerd door de overheid. En de percelen tussen de halve hectare en de 5 hectare, die krijgen gedeeltelijke subsidie van de overheid met betrekking tot de uitmetingskaarten. Ja, de mensen die in aanmerking zijn gekomen voor een bereidverklaring, die hoeven dus voor de, en dat bedoel ik voor de volledige subsidie, die hoeven dus niet naar een landmeter te gaan. De overheid heeft zelf een landmeter aangewezen voor Koroni, ook voor Nikeri. En de landmeters hebben dus een kopie van die bereidverklaring gehad van het ministerie zelf. Dus de belanghebbende hoeft dan niet meer te gaan naar die landmeter met een kopie van zijn bereidverklaring. Die coördinatie vindt vanuit het ministerie zelf plaats. En ook de mensen die in aanmerking zijn gekomen voor gedeeltelijke subsidie, de landmeters hebben ook een kopie van die bereidverklaring gehad van het ministerie zelf. Het enige wat men moet doen is contact opnemen met de landmeter. De mensen die in aanmerking zijn gekomen voor volledige subsidie, die hoeven in principe geen contact op te nemen met de landmeter. Dus die loperij wordt ze ook bespaard. Wanneer de landmeter dus de kaarten afheeft, de uitmetingskaarten afheeft, dan zal het ministerie deze mensen oproepen om hun uitmetingskaarten te komen afhalen en om te gaan aanvaarden daarmee bij het domeinkantoor.